Een gloednieuw seizoen Temptation Island. Vandaag zijn de koppels die zich gaan wagen aan het spel der verleiding bekendgemaakt. We zijn een sterk koppel. Dat wordt ook vaak gezegd. Dus, Powerkoppel zeggen ze altijd. Dus daar gaan we gewoon vanuit natuurlijk. Ja, dat is de enige juiste insteek voor als je je aanmeldt voor Temptation Island. Vier nu nog dolverliefde koppels gaan misschien wel tegen beter weten in de relatietest der relatietests weer aan. We doen zeker niet mee aan Temptation Island omdat er in het verleden iets fout is gebeurd, maar eerder om elkaar respect te tonen. En daarnaast willen we graag aan elkaar laten zien dat we elkaar volledig kunnen vertrouwen voor de 100%. We zijn nog niet zo heel lang samen. 7 maanden, bijna echt. Dus ja, het is nog redelijk pril, ja. Maar ik heb er vertrouwen in. Dus. 3 jaar ga ik al niet vreemd, 3 jaar doe ik niks. Ik heb er hekel aan vreemd gaan. Ik heb wel het meeste dat ik ga missen voor het knuffelen. Dat ik hem echt vast kan houden, want ik ben echt wel knuffelaar. Ja, de koppels bedenken natuurlijk weer de meest onmogelijke gedragsregels voor elkaar. Ze mag je wel drinken, maar ze moeten er eigenlijk niet straal bezopen zuipen. We weten wat we niet leuk vinden van elkaar. En dan weet je ook gewoon dat je dat niet doet. Punt. Het is de bedoeling dat zij niet voor een vrijgezel kan liggen. Aan de Wilpse verleiders natuurlijk de taak al die regels bij het grof vuil te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele man te vertrouwen is als de verleiding aan de hoeven heeft. Ik ben hier, de laatste kapot, dan mag het gaan lukken. Hysterische kampvuren, emmers vol bako, schaars geklede glanzende lijven. I'm black and I'm beautiful. Het is bijna tijd voor de ultieme guilty pleasure. Ja, in het verleden is er wel iets gebeurd vanuit mijn kant wat niet door de beugel kan. Maar we willen nu graag vooruitkijken. Waarom verdien ik dit? Dag in dag uit doe ik alles voor het fucking meisje. Help jou. Ja, Olje, jij bent een soort van superfan. Je staat stralend te kijken ook alweer. Ja, het is waarom? Echt bizar gewoon. Ik kan gewoon niet slapen, nog 10 dagen. Maar dit meen je niet, hè? Of wel? Luister, ik voel mezelf echt een debiel, omdat ik hier zo in zit. Maar na het lezen van de column van Saskia Noord, die toch een hele intelligente schrijfster is, ben ik hartstikke oké daarmee. Dus geen vriendin van Ronald. Ronald, je gaat helemaal los. Maar uit onderzoek is gebleken dat de helft van de Temptation Island-kijkers hoog opgeleid is. Dus ik... Nou, jij bent ook fan, toch, Fatima? Ik ben mega fan. En ik kan je vertellen, het gaat dit seizoen helemaal mis gewoon. Ik heb die koppels gezien, de voorstukjes. En ik heb weer de eer om de Temptation Gossip te gaan doen. Dat gaat volgens mij heel veel gebeuren. Maar wat is het dan dat hoogopgeleide dit juist leuk vinden? Want de deelnemers zijn niet per se hoogopgeleid, volgens mij. Of we mogen eigenlijk niet meer laag en hoogopgeleid zeggen. Nee. Praktisch of theoretisch. Laten we het neutraal bespreken, Peter. Nou, ik heb het idee dat het een soort van sociaal experiment is. En omdat het heel menselijk is, we hoeven niet te doen alsof alleen maar laagopgeleide of mensen uit mindere klasses vreemd gaan. Vreemd gaan doen heel veel mensen. Kijk je gelijk ook de bank aan. Ja. Vreemd gaan, kijk ze jou aan. Heel nee, dat is niet waar. Ronald, dat jij je aangesproken voelt, hou heel even bij jou. En mindere klasses bestaan niet, vind ik ook even zeggen. Vind ik, God, wat een ingewikkeld gesprek. Nee, dit is heel ingewikkeld. Maar even correct blijven, jongens. Ja. Maar ik denk dat dat het is. Iedereen herkent er iets van. Iedereen heeft het een keer meegemaakt. Iedereen is ook wel eens een keer bedrogen geweest of heeft iemand bedrogen. Ik bedoel, dat is nou eenmaal hoe het leven is als je lange relaties hebt. Mm-hmm. Ik bedoel, gebeuren die dingen. Alhoewel, in sommige van deze relaties, zoals Rodanya en Morgan ging na 5 maanden al vreemd. Dus ik vraag me af, waarom ga je dan nog naar Temptation Island? En als jij dan kijkt, hè, denk je dan van, oh wat fijn dat ik daar niet ben? Of denk je, oh wat jammer dat ik daar niet ben? Wat jammer dat ik daar niet ben. Ja, toch, het is toch ook een mooi leven dat je daar gewoon zo onbevangen naartoe kan gaan. Oh, en denk, nee, weet je, ik zie het allemaal wel. Ik ben zo blij dat ik daar niet ben. Want ik denk namelijk, hoe sterk je ook in je schoenen staat, als er soort van, dat, het is een beetje een soort van Sodom en Gomorra. Alles kan, alles mag, veel drank. Ik heb ook wel eens de neiging om te veel te drinken. Ik zou niet mijn geld op mezelf zetten. Wel als verleidster, oké. Wel als verleidster. Nee, zeker niet als verleidster, nee. Maar ook niet als kandidaat. Maar dat maakt niet uit. Nog 10 dagen. En ik heb ook nog meer goed nieuws. Temptation nieuws. Heel kort. Het is een dubbele aflevering. En als je Videoland hebt, de eerste 3 afleveringen, 14 februari. Even heel kort naar Ron. Je hebt een appje binnen.